Ik wil graag lezen vanaf 1 Koningen 8, vers 1. Toen vergaderde Salomo, de oudste van Israël, en al de stamhoofden, familievorsten der Israëlieten, tot koning Salomo te Jeruzalem, om de ark van het verbond des Heren uit de stad Davids, dat is Sion, opwaarts te brengen. En alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo samen op het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand. Toen alle oudsten van Israël gekomen waren, hieven de priesters de ark op en ze brachten de ark des Heren en de tent der samenkomst en alle heilige voorwerpen die in de tent waren opwaarts. De priesters en de levieten brachten ze opwaarts. Koning Salomo nu en de gehele vergadering van Israël met hem, die bij hem samengekomen waren voor de ark, offerden schapen en runderen niet te tellen, nog te berekenen, vanwege de menigte. Vervolgens brachten de priesters de ark van het verbond des Heren naar haar plaats, de achterzaal van het huis, het heilige der heiligen, onder de vleugels der gerubs, want de gerubs spreidden beide vleugels uit over de plaats der ark, zodat de gerubs de ark en haar draagbomen van boven overdekten. De draagbomen waren zo lang, dat hun uiteinden van het heilige uit voor de achterzaal zichtbaar waren. Maar buiten kon men ze niet zien. Ze zijn daar gebleven tot op de huidige dag. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes op Horeb erin gelegd had. De tafelen van het verbond dat de Heere met de Israëlieten gesloten had, bij hun uittocht uit het land Egypte. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des Heeren, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld. Toen zeide Salomo, de Heer heeft gezegd in donkerheid te willen wonen. Voltooid heb ik de bouw van het huis u ter woning, een vaste plaats om daar eeuwig te wonen. Tot zover. Ja, de inwijdingen van de tempel toen in Jeruzalem, Sion. Een geweldig, imposant en ontzagwekkend gebeuren. God nam intrek in zijn woning. De wolk van de heerlijkheid des Heren daalde neder. En de heerlijkheid des Heren is altijd een wolk. Daarom ook als de Heer Jezus straks weer wederkomt, komt hij op een wolk. Want de heerlijkheid des Heren is een wolk. Jeruzalem, de stad boven alle steden. Want dat had nu de enige woning ter wereld waar de levende God zelf intrek had genomen. Vandaar ook dat we in Handelingen het verhaal over die kameling uit Morenland lezen, de opperschat bewaarde van de koning van Ethiopië. Hij was uit het verre zuiden gekomen in Jeruzalem, omdat er geen andere plaats was waar de enige levende God woonde. Nu woonde God al te midden van zijn volk, maar in een tent, de zogenaamde tabernakel. Maar een tent stond voor trektocht, doorreis. Alleen op vakantie gaan we in een tent wonen, tijdelijk, om uiteindelijk weer terug te keren naar onze vaste woning. Israël had zijn einddoel bereikt, hun vaste verblijfplaats, het beloofde land. Nu gingen de Israëlieten in huizen wonen, ze hoefden niet langer meer af te breken om verder te trekken en weer op te bouwen om te overnachten. Ook voor de Heere werd een vast gebouw gebouwd, alhoewel God de instructies had gegeven, want als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwers daaraan. Maar in diepste zin, en dat begrijpen wij nu, in het nieuwe verbond, wordt hier over de Heer Jezus gesproken. Zoals met het hele Oude Testament het geval is. Ik heb u ter woning een huis gebouwd, een vaste plaats om daar eeuwig te wonen. En dan hebben de vertalers hebben dat u ook met hoofdletter neergezet. Want in diepste zin gaat het over Jezus Christus. De zoon van David. Hij zei, breng deze tempel maar af. Maar binnen 3 dagen geef ik u een nieuwe tempel. En hij sprak van de tempel zijns lichaam. Zijns lichaams. En deze tempel heeft God uitverkoren als een vaste plaats om daar eeuwig te wonen. In die eerste tempel niet, want die is ook afgebroken.
En die is verbrand, die is ook weer herbouwd. Maar als God zegt om daar eeuwig te wonen, bedoelt hij uiteindelijk Jezus Christus. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem, Jezus Christus, woning te maken. En dat is voor eeuwig. Nu bepaalde niet het gebouw op zich dat dit het huis van God was. Ik denk even aan Maranatha lezen. Ze denken dat de tempel weer herbouwd wordt. En dat God daar weer gaat wonen met zijn heerlijkheid. Nou, vergeet dat maar. Want het heeft een behaag nu in hem woning te maken. Een tempel kunnen ze wel bouwen, maar God gaat er niet in wonen. God woont niet in een tempel door mens handen gebouwd. Staat er ook in Handelingen. Dat bepaalde dus niet zozeer dat het huis van God was. Het gebouw. Maar het feit dat God erin kwam wonen. Dus op het moment dat de heerlijkheid des Heren nederdaalde in de tempel, maakte dit het huis van God. De inwijding was imposant, ontzagwekkend. Ik denk als wij dat zagen gebeuren, die wolk zo zagen nederdalen, dat je dan wel even heel anders naar God ziet dan dat je er normaal wel eens over praat. Overweldigend was het. En hoe overweldigend is het wel dan niet toen God met zijn ganse volheid eeuwig woning betrok in Jezus Christus. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En als wij leden zijn van zijn lichaam, dan betekent dat die ganse volheid ook in ons is komen wonen. En nogmaals, als de inwijding van de tempel al zo'n overweldigend gebeuren was, hoeveel te meer die van de uiteindelijk bedoelde tempel, waar God voor eeuwen gaat wonen, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Hoe imposant en ontzagwekkend het eerste gebeuren ook was, toch zegt Stefanus daarvan, profeterend vlak voor zijn marteldood, de tent der getuigenis, de tabernakel, hadden onze vader in de woestijn, zoals hij het geboden had, die tot Mozes zeide dat hij haar moest maken naar het voorbeeld dat hij gezien had. Onze vader namen die over en met Jozua brachten ze haar verder bij de onderwerping van de heidenen, welke God heeft verdreven voor onze vader in het land tot de dagen van David. Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd een woonstede te mogen vinden voor het huis van Jacob. Maar eerst Salomo bouwde hem een huis. De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt. Zoals de profeet zegt, de hemel is mijn tentroon en de aarde voetbank mijn voeten. Wat voor huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats mijn rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? Hoe imposant en ontzagwekkend de eerste inwijding ook was, de Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt. Nee, het heeft hem behaagd met zijn ganse volheid in Christus woning te maken. En ook in ons dus. Want wij zijn leden van het lichaam. En niet alleen behaagd om in te wonen, maar ook nog eens eeuwig om in te wonen. De doop in de Heilige Geest was een veel imposanter en ontzagwekkender gebeuren dan dat wij net gelezen hadden bij de inwijding van de eerste tempel. Dat was maar een schaduwbeeld ervan. Want met die doop in de Heilige Geest daalde God in zijn uiteindelijke eeuwige woonplaats. Imposante, las ik in het etymologisch woordenboek, komt van imposé, Frans. Het betekent eigenlijk het opleggen, voorschrijven, afdwingen van eerbied. En ontzagwekkend is het inboezemen van ontzag. Het wekt ontzag. En dat is precies wat de Bijbel zegt. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Die doop in de Heilige Geest is een onvoorstelbaar gebeuren. Wat we net lazen is daar maar een schaduwbeeld van. Maar de doop in de Heilige Geest is de werkelijkheid. Wij bedoeld voor eeuwig als woning voor de eeuwige God. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hij woont niet in wat met menshanden gemaakt is, maar in elke verloste door Jezus Christus. Elk die hem heeft aangenomen. Door geen mensenhand tot stand gekomen, maar zijn eigen volbracht werk. Want zijn maaksels zijn wij in Christus Jezus geschapen.
weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Eigenlijk is dat een heel indringende zin. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Dan staat er nog wat. Nou, inderdaad. En laten we beseffen wat ons ten deel gevallen is door die doop in de Heilige Geest. Of nog ten deel kan vallen, zover men nog niet gedoopt is in zijn geest. Want God sluit niemand uit. De mens doet het eventueel zelf. Want God wil dat alle mensen behouden worden. Maar niet alle mensen willen zelf behouden worden. Maar God nodigt nog steeds uit om tot hem te komen. Jezus Christus is gestorven voor alle zonden der wereld. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dus niemand uitgesloten, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus de uitverkiezing ligt voor iedereen gereed. Maar niet iedereen wil. Drie dingen werden naar de tempel opgebracht. Heet het opgebracht, heet omdat de tempel op de tempelberg lag. Hè? Zo zou wij nu zeggen, Sion. De ark, de tabernakel en de geheiligde voorwerpen. En er valt heel veel over te zeggen, maar het is natuurlijk moeilijk om alles in één keer te behandelen. Maar de ark was de troon van God. Gerubs, lazen we ook, die overschaduwen de ark. En die stonden over de ark heen. Die waren gemaakt naar het voorbeeld dat God had laten zien, met uitgespreide vleugels, over de ark heen. Want God troont op de gerubs, zegt de Bijbel. Zij vormden één geheel met de ark. En daar zit een diepe les in. En misschien is het wel eens goed om daar eens een keer vanuit Ezechiël 1 te spreken, maar zij zijn namelijk de wakers over de heiligheid van God. Niets onrein of onheilig kan God naderen of de engelen die gerubs komen in actie. Vandaar ook dat Paulus bijvoorbeeld schrijft dat de vrouw een macht op haar hoofd moet hebben als zij bidt of profeteert in de gemeente. Dat gedeelte wordt vaak vermeed in preken en bijbelstudies, maar het staat er wel degelijk. De Brouwer vertaling laat er zelfs weg, omdat hij vindt dat het nou niet meer ter zake is. Maar de vrouw moet haar hoofd dekken om daar naar God toe mee uit te drukken. Ik heb geen hoofd, mijn man is mijn hoofd. Zij accepteert dus zijn gezag, want God is een God van orde. Maar daar staat er, vanwege de engelen moet zij dat doen. Heel opmaken ervan, ja, vanwege de toen heersende cultuur. Nee, vanwege de engelen. Want de engelen waken over de gemeente. Of die gehoorzaam is. Of die heilig is. Het Nieuwe Jeruzalem. Neem eens het Nieuwe Jeruzalem. Die uit de hemel nederdaalt in Openbaring. Haar poorten staan altijd open, staat er. Want er zal geen nacht meer zijn. Poorten gingen alleen 's nachts dicht. Maar toch staan op de haar poorten engelen. Zij waken over de heiligheid van de stad, want niets wat onrein is, zal er mogen binnenkomen. En ik denk ook wel eens dat dat het eeuwige ween is. Dat je wel die lichtstad ziet, maar nooit mag zien. Nooit mag binnentreden. Omdat je daar de allerliefelijke, liefelijkste Jezus Christus en God de Vader nooit zal kunnen ontmoeten. Maar ook voorgangers worden in Openbaringen engelen der gemeente genoemd. Gehoorzaamt u voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen. Dan heb je weer dat waken. Dezelfde taak als de engelen. Zij moeten waken over de heiligheid van de gemeente. En ze zullen daar ook rekenschap voor moeten afleggen. Nu hadden de priesters de ark des Heeren in het heilige, de heilige binnengedragen. Daarna kwam God zelf in een donkere wolk tronen op die ark. En dat is het grote verschil met de afgoden. Die moeten op hun troon gezet worden en rondgedragen worden. En daar word je moed van. Denk maar eens aan een processie. He? Maar onze God is de enige levende God die zelf op zijn troon kwam zitten en komt zitten. En ons dag aan dag dragen. Dat is een groot verschil.
Overal waar wij maar krampachtig ons best doen om te laten zien dat God in ons leeft, krampachtig ons best doen om God uit te dragen, is in diepste wezen afgoderij en daar word je doodmoe van. God wil puurheid, echtheid vanuit het hart. God zelf weer door ons heen werken en dan gaat het spontaan. En nogmaals is het puur en dat proef je, het verschil proef je. Ik moest altijd denken, ik heb het wel eens eerder verteld, maar het is toch een mooi verhaal van die oma die met dat kindje in de tuin wandelt. En dan zitten de rozen nog in de knop. En dat meisje, die vindt die rozen zo mooi en die is bezig om die knop open te maken, want ze wil die roos zien. Maar ja, het gaat allemaal stuk natuurlijk. En dat meisje dat huilt en dat huilt. Dat het haar niet lukt en ze wil zo graag die rozen zien. En dat haar oma zegt van, laat maar, zei ze, dat gaat vanzelf, want God doet het van binnenuit. En wij willen vaak van buitenaf Christus zijn. Maar God werkt van binnenuit en dan is het van hem en dan is het echt. En wanneer kwam God in zijn woning en nam plaats op zijn troon? De ark werd eerst in het voorhof gebracht en daarna werd er eerst geofferd. Ontelbare offers. Pas daarna werd het in het heilige der heiligen gezet. Dus eerst de offers. En waren ontelbaar, nog te berekenen. Om maar iets uit te drukken van het onschatbare waardevolle offer van Jezus Christus op Golgotha. Zonder dat offer van Golgotha was de volheid des geestes nooit in ons kunnen komen. De eerste voorwaarde dat God in ons komt wonen met zijn heerlijkheid is het offer van Golgotha accepteren in je leven. Op de ark bevond zich ook het verzoendeksel waarop bloed voor de zondoffers gesprenkeld konden worden. Eerst de verzoening door het bloed van het lam Gods dat de zonde wegneemt en dan pas komt God in zijn tempel wonen. Je ziet in de Bijbel ook die volgorde. Ze werden gedoopt in het water en toen kwamen de discipelen om hen te dopen in de Heilige Geest. Die volgorde. En de heerlijkheid des Heren daalde daarna pas neer toen de Levitische zangers met trompet en andere muziekinstrumenten eenstemmig een lied lieten horen om de Heren te loven en te prijzen. Want, zegt Psalm 22, nochtans zijt gij de Heilige die troon op de lofzangen Israëls. Daar troont God op. Dan daalt hij neder met zijn heerlijkheid om daar aanwezig te zijn. Op de lofzangen Israëls. Wie lof offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Daarom vind ik opwekking 150 die zin zo mooi. Laat mij zijn een lofgezang voor u. Met andere woorden, mijn hele leven een lofzang zijn. Dan kan God dat tronen. Op die lofzang. Daar zegent hij en voelt zich thuis. Ons hele leven een lofzang voor God. En dan komt het zingen voort uit een hem toegewijd leven. Daar gaat het om. Want toen de ark werd neergezet, bleven de draagstokken in de draagringen. Je zou kunnen zeggen, God is nou thuis. Die draagringen, die was er om hem te dragen in de woestijn. Je zou kunnen zeggen, God is nou thuis, die draagstokken kennen eruit. Hier blijft hij wonen. Nee, ze mochten volgens de wet niet verwijderd worden. Ze staken zelfs door de tentdoek heen, zegt ze. Dus in het heilige kon je dat uitsteken eigenlijk zien. En waarom was dat? Omdat God wilde zeggen, denk erom, ik sta gereed om te vertrekken. En in Ezechiël zien we God ook vertrekken uit zijn tempel vanwege afgoderij. Toen de Filistijnen eens de ark buiten hadden gemaakt, kregen ze ramp na ramp. Ze hadden de ark naast Dagon, hun god, gezet. Want de aanwezigheid van de ark is nog geen garantie van Gods zegen. Alleen als hij gediend wordt volgens zijn voorschriften. Ook toen de ark weer in de handen van Israël was en te Bet-Semes was, waren de Israëlieten daar nieuwsgierig en bekeken de ark van binnen, wat niet toegestaan was. En dan zegt
de Bijbel en hij richtte een slachting aan onder de mannen van Bet-Semes, omdat zij de Ark des Heren bekeken hadden. En de mannen van Bet-Semes zeiden, wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heer om deze heilige God? Naar wie zal hij bij ons vandaan optrekken? En ze zonden naar bewoners van Kiriat Jearim, boden, die moesten zeggen, de Filistijnen hebben de Ark des Heren teruggebracht, daalt af en voer ze tot u. Hun conclusie was, wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heer, deze heilige God? Deze snel stuurden ze boden naar Kiriat Jearim en zeiden, de ark is er, haal hem maar op. Eigenlijk wilden ze er vanaf. Zo bang waren ze voor God. Maar wat blijkt, dat die gerubs, die boven die troon gemaakt waren, een afbeelding waren van werkelijke gerubs die waken over de heiligheid van God. Ze werden door de gerubs meteen neergeslagen en gestraft. Want die waken over de heiligheid van God. Kom maar vlug en haal hem op. Ze wouden er eigenlijk vanaf. Maar als je nou leeft volgens Gods voorschriften. Je wist dat je die ark niet mocht aanraken. Alleen de levieten mochten niet dragen. Dan hoefde je geen angst te hebben. Wie mijn geboden heeft en ze waar, die ze die mij lief heeft. En de liefde kent geen vrees. Toen de ark werd opgehaald door David, de priesters en het volk van Kiriat Jearim, vergat men hem dragen door priesters op te halen, zoals God geboden had. Maar plaatste hem op een nieuwe wagen getrokken door ossen. Ze denken, nou, het is de ark en die komt hier, dan maken we een nieuwe wagen voor, hoor. Een nieuwe wagen, want het is God, hè. Het is niet iets wat al gebruikt is, maakt een nieuwe ark. Maar de ossen gleden uit en rustte geen zegen op. Want het is pure ongehoorzaamheid. God moest gedragen worden door de Levitische priesters. En Uzza strekte zijn hand uit om de ark op te vangen en hij stierf direct. Want nogmaals, die gerubs die daar boven gebeeldhouwd waren, gegoten waren, die leven in werkelijkheid. Zij waken over de heiligheid van de gemeente. Daarom sterven er ook niet weinig, zegt Paulus, hè, bij het niet goed gebruik van het avondmaal. Dat ze niet met een oprecht hart naar God gaan. Nee, maar nieuwe wagens. Want het is God vaak iets speciaals. Tegenwoordig hebben we ook van die nieuwe wagens om Gods beeld te vervoeren. Maar God wil gediend worden op die aloude wegen van zijn eigen voorschriften. En niet volgens die van ons. Ja, maar ik vind. En dan alleen is er zegen en de rest is allemaal ongehoorzaamheid, wetteloosheid. En wat zat er in die ark? Alleen de twee tafelen van Mozes met de 10 geboden. Mozes had die stenen tafelen ontvangen die God zelf met zijn 10 geboden had ingegraveerd. God wil in onze stenen harten ook zijn woord zelf ingraveren door zijn geest. En zo het hart weer levend maken. We hebben er net van gezongen, dat lied van Jan. Ik zal rein water over u springen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen, dat zijn zijn geboden, wandelt en naastig, ijverig, mijn verordeningen onderhoudt. Zie je, door zijn geest worden zijn geboden in onze harten gegraveerd. En dat is precies wat Paulus ook schrijft in Korinthe. Daar gij toont een brief van Christus zijn door onze dienst opgesteld. Niet met eens geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, zoals bij Mozes. Maar op tafelen van vlees in de harten. Dus die ontvangenis van die 10 geboden bij Horeb is ook weer beeldspraak van het werk van Christus geest in ons. De Heilige Geest wil ons ijverig Gods geboden liefhebben en naleven. Zijn geest schrijft ze in onze hart. In de ark Gods troon lag alleen het woord. Want daar troont God op. Ik weet nog wel eens dat ome Tanne zei dat hij in Brazilië was. Moest die nieuwe kerk werd daar geopend. En wat ze altijd deden in Brazilië was een hele Bijbel onder het spreekgestoelte.
werd er altijd daaronder gemetseld. Werd ingemetseld. God troont op zijn woord. De Heilige Geest doet ons ijverig Gods geboden liefhebben en naleven. Werkt dat nog in ons leven? Wie mijn geboden heeft, is ze bewaard, die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dat wil zeggen, God daalt neer met zijn heerlijkheid in onze harten. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Maar God kan ook vertrekken. De draagstokken moesten in de ringen blijven. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Psalm 119 zegt, ik berg uw woord in mijn hart, het hart als ark. Als bewaarplaats, opdat ik tegen u niet zondige. Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is. Wij zijn nu de tempel van God. En ook in de nieuwe tempel moet Gods woord opgeborgen worden. Het woord van Christus wonen rijkelijk in. En op dat woord troont hij, het zuivere woord uiteraard, zonder dwaling en drogredenen. De ark was overtrokken van binnen en buiten met louter goud, dat wil zeggen goud dat zo vulde van alle bijmengsel, onzuiverheden, gezuiverd was. Alleen het hart zonder bijmengsels is de enige bewaarplaats waar Gods woord opgeborgen kan worden. Ik berg uw woord in mijn hart, omdat ik tegen u niet zondige. De ark werd ook wel ark der getuigenis genoemd. Of gewoon getuigenis. En er zit een les in. De tabernakel werd ook de tent der getuigenis genoemd. De tafelen van steen met de 10 geboden werden ook de tafelen der getuigenis genoemd. En tenslotte werd de wet ook de getuigenis genoemd en de geboden getuigenissen. Waarom? Omdat zowel de tabernakel en de ark op strikte voorschrift van God werden gebouwd. Zoals hij dat wilde. Ook de werkers kregen van hem bekwaamheid om alles te maken zoals hij getoond had. De 10 geboden had God zelf ook met zijn vinger geschreven. En alle geboden, zijn gehele woord, is door zijn geest geïnspireerd. Daar is geen menselijk iets aan toegevoegd. Zuiver, rechtstreeks. Je zou kunnen zeggen, het enige in deze schepping, die door de zonde is aangetast, het enige wat nog zuiver van God getuigt, is dit. Zijn woord. Dat is nog enige zuiver in de hele schepping, wat van hem getuigt. De Bijbel. Daar zit niets menselijk bij, vandaar dat woord getuigen is. En vandaar ook de waarschuwing, voeg er niets aan toe en laat er niets van af. Vandaar dus getuigen is, het getuigt van God. Zuiver van God. En nu begrijpen we ook wat Jezus Christus bedoelt in Handelingen. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest overkomt. En gij zult mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in de hele Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Want stel je voor dat er iemand, dat je over het geloof praat. Op school of waar dan ook. En dan zeg je, ach ja, maar we liegen allemaal wel eens. Joh. Dat moet je ook niet zo hebben. We pakken allemaal wel eens wat weg. Dan zijn we geen getuigen meer van Christus. Dan ben je een vals getuige. Dan preek je een andere Jezus. Daarom is Gods woord ook zijn getuigenis. En daarom wordt Jezus ook het woord Gods genoemd. Want hij getuigde van dat zuivere woord. Je kon van Jezus leven aflezen hoe dat God wilde dat men leeft. En hoe is dat met ons? Nogmaals, het zuiverste wat van God getuigt is zijn woord. Daarom kan het ook overlegging en gedachten des harten schiften. Omdat men de zuiverste maatstaf in handen heeft. En men daardoor ontdekt welke gedachten niet goed zijn en welke wel goed zijn. En door die zuivering worden we steeds meer een echt getuige van hem. Omdat we ons gedachten vernieuwen naar zijn gedachten. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Ook de tabernakel werd opgebracht. God woonde eerst in een tent en nu Israël, inclusief Salomo, in een stenen gebouw woonde, ging God als laatste ook in een gebouw wonen. Een tent staat voor zwerven,
tijdelijke, stenen gebouw voor het blijven, het eeuwige. Paulus zegt in de tweede brief van Korintiërs. Wij weten dat indien de aardse tent waarin we wonen, bedoelt hij ons lichaam, sterfelijk lichaam, is maar tijdelijk op doortocht naar onze eeuwige woonplaats. Indien die wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemel. Dat is onze nieuwe verheerlijkte lichaam, waarin we eeuwig zullen verblijven. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. De tabernakel werd opgebracht naar de tempel, het tijdelijke verslonden door het eeuwige. De tent vervangen door een gebouw. Het sterfelijke verslonden door het leven. En vroeger ging ik wel eens met mijn twee oudste zusjes naar het Saar-Peterhuis in Zaandam, waar we woonden. Daar was het originele houten woning nog, waar hij geleefd had. Hij woonde in Zaandam een tijd, omdat hij de scheepsbouwkunde wilde leren. Russisch is doorspekt, in de scheepsbouwterm is doorspekt met Nederlandse termen, het Russisch. Boot bijvoorbeeld, is gewoon een Russisch woord, boot. Dat heeft hij overgenomen uit Nederland. Maar dat huisje was er nog, maar dat hadden ze overkapt, opdat het niet zou verrotten en dergelijke. Omdat het zo zou blijven zoals het was. En dat zie je eigenlijk hier ook gebeuren. De tabernakel werd opgeborgen in de stenen tempel. Zo mogen wij ook weten dat er een gebouw van God wacht waar wij eens eeuwig woning in zullen maken. De dood is geen eindstation, geen nederlaag. Nee, als onze aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, weten wij dat wij een gebouw van God hebben in de hemel, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Vandaar ook, als Johannes door de engel wordt meegevoerd en hij zegt, ik zal u tonen de breuk van het lam, dat hij een stad krijgt te zien. Waarom? Nou, heel veel gebouwen bij elkaar is een stad. Hij ziet symbolisch onze nieuwe verheerlijkte lichamen. Daarom vermaant de Bijbel ons ook in 1 Thessalonicenzen 4, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. We worden eens weer samengebracht met hem en dat is onze hoop. Ik las eens een keer in een Roemeens blad een verhaal over Henry C. Morrison. Die vertelde vaak over zijn terugkomst van een van zijn zendingsreizen om in de vreemde het evangelie te verkondigen. En zo arriveerde hij eens in New York met dezelfde boot waarmee ook president Theodore Roosevelt terugkeerde van een jacht in Afrika. Hij kwam van een zendingsreis, Roosevelt kwam van een jacht in Afrika. Op de kade verdrongen zich duizenden mensen om de grote jager te begroeten, maar er was niemand gekomen om hem te verwelkomen. Want ja, er was nog geen mobieltje om te even zeggen, ik kom thuis of zo laat, of een telefoon was er nog niet. En meteen verluisterde de duivel hem toe, zei hij. Kijk eens hoe ze een mens uit de wereld begroeten. En voor jou een man, God, is zelfs niet één gekomen om te begroeten. En hij stapte in de trein die hem naar thuis bracht in Wilmer, Kentucky. En enkele uur reizen kwam hij moe aan op het station daar. Niemand van zijn familie stond hem op te wachten, want ze wisten niet hoe laat de trein zou komen. En wanneer hij thuis kwam. En dat deed hem pijn. Vooral omdat hij zag hoe Roosevelt er zo geëerd werd en zo binnengehaald, terwijl hij alleen maar jaagde. Triest en neergeslagen huurde hij een koets en ging eenzaam naar huis. Mensen gesproken had hij alle reden om ontevreden te zijn en te huilen. Desondanks naarde toen de Heere zijn hart en fleurde hem toe. Ja, maar Henry, jij bent nog niet thuisgekomen. Zie je, kom spoedig en mijn loon is bij mij om ieder te vergelden nadat zijn werk is. Onze arbeid voor hem is niet te vergeven. Laten we in die hoop van die eeuwige woonplaats moedig voorwaarts gaan in onze pelgrimreis, hem dienende, ziende op de vergelding. Men bracht tenslotte ook de geheiligde voorwerpen op naar de tempel. Deze voorwerpen waren geheiligd voor de dienst aan God. Ze mochten niet voor alledaags gebruikt worden, maar waren heilig voor de Heer. Een priester kon dus, om maar even zo te zeggen, kon niet even na afloop van de dienst iets meenemen om thuis te gebruiken. Een pot, een lepel of iets dergelijks.
Ze waren geheiligd en gereinigd voor de dienst des Heeren. En daar alleen voor gebruikt worden. Zo zijn wij ook geheiligd door de Heer. Daarom noemt de Bijbel geloof ook heilig. We zijn afgezonderd voor de dienst aan de Heer. Maar we moeten wel heilig blijven, onbesmet van de wereld. En de Grootnieuwsbijbel zegt in 1 Timotheüs 2, maar de fundering die God heeft gelegd is onwrikbaar. Er staat ingebeiteld, de Heer kent wie hem toebehoort. En ieder die zegt dat hij hem, de Heer toebehoort, moet het kwaad uit de weg blijven. Nu zijn in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor feestelijke gelegenheden, de laatste voor alledaags gebruik. Wie zich van al dit kwaad heeft gereinigd, zal ingezet worden voor een verheven doel. Hij zal een toegewijd medewerker zijn, een geschikt instrument dat de eigenaar voor elk doel, goed doel, kan gebruiken. Kan God ons voor elk goed doel gebruiken? Hoe geheiligd zijn we? En direct erop volgen de versen waarin Paulus schrijft dat in de laatste dagen die reiniging, heiliging niet meer zo nauw wordt genomen. De grote afval vlak voor Christus komst. Zijn wij nog afgezonderd van de wereld en bruikbaar voor Christus? Geheiligde voorwerpen voor een verheven doel. Want er komen steeds meer wereldse methoden en werelds vermaak de gemeente binnen. Allemaal onder het mond dat het van de Heer is en voor de Heer is. En dat moet natuurlijk gebeuren, want eerst moet de afval komen voordat wij verenigd kunnen worden met de Heer. En Gods woord gaat toch in vervulling. Maar voorgangers en oudsten moeten allereerst waken over de zielen der gelovigen, zodat die gemeente onbesmet blijft van de wereld. Maar ze vallen steeds meer in slaap. En toch zegt Gods woord, wie in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. God zal tornen over al het kwaad dat binnendringt, waarvan de voorwerpen gereinigd hadden moeten worden, om geschikt door de eigenaar te zijn. Want we moeten niet denken dat God veranderd is. Zoals sommigen menen, de Oude Testamentische God is een andere dan die van het Nieuwe Testament. Nou, dan zou God veranderlijk kunnen zijn. Maar hij is onveranderd. Het Nieuwe Testament zegt heel duidelijk, maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die nieuwe wagens, die zij vervloekt, gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Daar staat nog op. Die vloek die heerst nog steeds. Die heeft Paulus door de Heilige Geest over de gemeente uitgesproken. Ja, en dan wordt het niet meer zo leuk. Dan wordt Bouke niet zo vaak meer uitgenodigd in bepaalde gemeentes. Maar het staat er wel. En we moeten heel het woord preken en in herinnering blijven brengen. Dat is Gods opdracht. En het is gemeen om ook deze dingen de geloven te onthouden. En dat gebeurt veel te veel. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. En ik wil geen donatus zijn, die eigenlijk een ascetisch leven willen en alles wat die niet zo leeft de gemeente uit. Maar er moet wel een verlangen zijn om gereinigd te willen worden en steeds meer en meer op hem te gaan lijken. Tozer heeft wel eens geschreven, als God de Heilige Geest uit de wereld zou weghalen, zou veel van dat waarmee de kerk zich bezighoudt, gewoon doorgaan. En niemand zou het verschil merken. Toen moest ik denken aan Ezechiël. Hij zag God vertrekken uit de tempel, de rest merkte het helemaal niet. Ja, dat is helemaal niet door. Merken wij nog dat God aan het werk is? Proeven wij dat nog? En tenslotte is er natuurlijk ook een les uit dat de priesters niet konden blijven staan. Want hoe kun je nou weten, vraagt men misschien, hoe kun je dat nou weten of God nog werkt in je leven of niet? En maar de Bijbel zegt dat we dat behoren te weten. Stelt u zelf op de proef of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt u zelf of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. Want anders zijt gij verwerpelijk. En als Christus niet in je is, dan ben je verwerpelijk. Nou, hoe weet je dat nou? Hoe kunnen we onszelf op de proef stellen? Nou, we lazen net dat toen de heerlijkheid des Heeren in de tempel neerdaalde, de priesters niet konden blijven staan.
Sommigen hebben vanuit Toronto daar een hele theorie van gemaakt alsof ze bewusteloos op de grond vielen. Nou, dat staat er helemaal niet. Ze traden naar buiten toe. Want ze konden geen hand voor de ogen meer zien. Ze konden niet blijven staan. Ze moesten naar buiten. Toen werd het huis des Heren vervuld met de wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om diensten te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. Als je 2 Koningen 8 leest, dan staat er ook dat ze naar buiten traden, staat dat trouwens ook heel duidelijk. En daar zit het geheim van de proeven. Toen de heerlijkheid des Heren in de tabernakel neerdaalde, kon Mozes, die buiten stond, niet naar binnen komen. Vanwege de heerlijkheid van God. Hij ervaarde hetzelfde als de priesters, alleen omgekeerd. Zij waren al binnen, maar ze konden niet blijven staan. Mozes kon niet binnen vanwege de heerlijkheid des Heren. En dat is nou precies de herkenning of God in je woont of niet. Dat is de proef op de som. Waarin je kunt weten of de Heer met zijn heerlijkheid in je woont of niet. Dat je niet meer kan blijven staan. Dat ik krijg het benauwd, Spaans benauwd. Dat ik wil eruit. O Heere, verlos me toch van dit. O Heere, verlos me toch van dat. Dan ben je eigenlijk gezond gelovig. Je kunt niet meer blijven staan voor de Heilige God. Ik moet minder worden, Hij moet wassen. Ik ken die momenten maar al te vaak. God is ook met mij bezig. Gelukkig wel. En ik ben niet perfect. Maar ik wil het wel graag wezen. Dat ik voelt zich niet meer thuis. En ik zie een gemeente meer en meer waar dat ik zich wel lekker thuis voelt. Omdat ze een valse leer aanvaarden. En misschien ook wel verwend naar hun eigen oor ook graag willen horen. Dat ik voelt zich niet meer thuis bij de Heilige God. Dat kan daar niet blijven staan en moet naar buiten toe eruit. En dat is nou juist die heiliging. Stelt u zelf op de proef of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt u zelf of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. Want anders zijt gij verwerpelijk. Nou, als dit nog werkt in onze leven. O Heere, verlos mij toch. Dit wil ik niet. Ik wil het niet. Verlos me toch. Dan is God aanwezig. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde. En ook van gerechtigheid. Dus dat betekent eigenlijk van wat niet mag en wat wel mag. En van oordeel. Dat moet er altijd bij. Want als je wel weet wat God niet wil, en je weet ook wat God wel wil, maar ja, het oordeel is er niet. Waarom zou je dat doen? Maar maakt het uit. Het oordeel moet erbij. Want dan weet je ook, ja, maar ik moet er ook vanaf. En ik moet ook doen wat God is, want er komt een oordeel. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt ze hun die er door geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Werk dat nog in onze levens. God, zoals die oma zei tegen het meisje, God werkt van binnenuit. En dan zijn we gelukkig geprijsd. Dat wat onze smart is, is ook onze grootste troost. God behandelt u als zoon. Je bent zijn kind. En we mogen weten dat het einde van die benauwdheden, Heere, verlos mij toch, vrede zal zijn als gevolg van de gerechtigheid die in ons bewerkt wordt door de tuchtiging. Misschien denken we wel eens, heb ik ook wel eens, het wordt nooit wat met mij. Laat God maar rustig werken. Hij zal voleindigen naar zijn belofte van binnenuit, door zijn geest. En hij is bij staat oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Die benauwde momenten, die we allemaal hebben als je christen bent, ware christen, zijn eigenlijk de testmomenten dat je weet, God is aan het werk. Ik ben zijn kind. God woont er nog. In zijn tempel. Amen. Amen.